Ja, dus fijn voor ons allemaal dat hij er is. Maar ja, de rest is kennelijk nee, want niet zo heel erg goed. Het seizoen is natuurlijk vrij matig. Ja. Dat is een understatement. En daar stak hij dus moeiteloos met kop en schouders als hij speelde bovenuit. En dat beviel, we werden door een soort nostalgie bevangen door de rentree van ja, maar van dat, Persie. Dat heeft natuurlijk ook gewoon wel te maken dat... Kijk, Van Persie is topvoetballer. Mm. Zeker geweest in zijn topjaren. Ja, en als die een bal aanneemt of een paas geeft, dan zit daar zoveel meer klasse bij dan wat wij vaak elke week bijna te zien krijgen. Mm. Dus vandaar dat je bij nou, ogenschijnlijke simpele goals, maar die zijn niet simpel, maar dat je dan al enorm van zulke momenten kan genieten. Hij heeft vanmiddag na afloop van de wedstrijd nog eens gezegd, want iedereen wil weten, blijft hij? Gaat hij nog een jaartje door? Gezegd dat hij met iedereen heeft gesproken inmiddels. Met Van Geel heeft gesproken, met Giovanni van Bronckhorst. Ja, hij ging deze week met Van Bronckhorst praten. Hij had al met hem gesproken. Ja, nog een keer praten. Hij had met Jan de Jong gesproken. Hij had Van Geel gesproken. Wat gaat hij doen? Nou, daar kon je... Ja, het blijft gisteren, maar daar kon ik uit opmaken dat hij misschien wel doorgaat. Ik dacht ervoor te horen aan Van Bronckhorst hier, die zijn tooi zei, hij komt maar 20 minuten spelen. Dacht ik van ja, het ziet ook echt helemaal niet op en dan ben je er wel klaar mee. Maar als hij optimistisch is over die gesprekken, dat zei hij, het waren positieve gesprekken. We weten dat de insteek van die gesprekken eigenlijk alleen maar is om hem over te halen om te blijven. Want Van Geel wil dat hij blijft, Jan de Jong wil dat hij blijft als directeur. De trainer wil dat hij blijft. En hij vond het prettige gesprekken en positieve gesprekken. Hij vond het goede adviezen. Dan zou je bijna denken dat hij toch alweer serieus overweegt om weer te gaan voetballen. Of te blijven voetballen. Berghuis zou misschien ook wel graag willen dat hij blijft. Ja. Want dat is natuurlijk een jongen die zich wel heeft opgetrokken aan en heeft gespiegeld aan. Weet je wat ik wel vind? Is dat in dat interview na de bekerfinale, daarin heeft hij het eigenlijk alleen maar over zijn lichaam. Ja. Ja. En ja, dan denk ik, je kan daarna wel met 25, 30 man gesprekken gaan hebben. Maar jij weet als enige hoe jouw lichaam ervoor staat en hoe jouw lichaam reageert op de belasting. Dus wat nou, het zal gaan over die rol, Pierre. Dus, maar dat zal toch niet anders zijn dan dit seizoen? Misschien een kromme vergelijking, maar Iniesta heeft de laatste periode van zijn formidabele loopbaan ook nauwelijks meer dan een uur gespeeld bij Barcelona. Want dan werd hij of gewisseld of hij werd gespaard. En dan nog kreeg je overal de staanovatie omdat men de kwaliteit erkende en herkende. Hij zal, dat zou hier ook kunnen. Hij zal misschien nooit meer een hele wedstrijd spelen, Robin van Persie, als profvoetballer. Nu vraag ik het aan de drie voetballiefhebbers aan tafel. Moet je willen liefhebbers? Nee. Dan hoef je niet te vragen, dan is het antwoord bekend. Dat is 3-0. Ja, dat is 3-0. Nee, 3-0. Voor allemaal. Ja, dat is lief, zeker. Oké, nog even kijken. Tot die liefhebbers geldt ook Frank Snoeks. Mocht het zo zijn hè, dat dit toch de laatste wedstrijd was. Heerenveen nam afscheid. Er was een bos bloemen over. Kijk, Robin. Hey, kijk. Mooi. Daar zullen ze geen bezwaar tegen hebben. De fans juichten. Neem die mee voor mevrouw van Persie. Ja, doe ik. Zou ze leuk vinden. En laat ze jou ook goed adviseren. Ja, prima. Hartstikke bedankt. Het allerbeste. Mooi bos. Publiek omroep, hè? Wat zeg je? Typisch publiek omroep. Hoezo? Nou, dat we bloemen weggeven van Heerenveen. met de kader, de bezuinigingen. Dat we een beetje op de kleintjes moeten letten. Dat we gaan door naar het volgende onderwerp, dames en heren. over momenten van het seizoen. Arno, jij had uitgekozen een doelman die niet helemaal goed was. Ja, nou ja, weet je, hij moet het zich niet aantrekken als we dat moment terughalen. Maar het gaat om een confetti van keepersblunders. Er is, denk ik, kan het niet statistisch bewijzen, maar gevoelsmatig wel, geen jaar geweest met zo ongelooflijk veel idiote keepersfouten. Er is van alles gebeurd dit seizoen. We hebben gewoon slechte keepers. We hebben heel weinig goede keepers. We hebben er twee of drie misschien in de hele Eredivisie. Een beetje pech ook dat jongens als Room en Warner Haan, die wel goed zouden kunnen zijn, niet gekiept hebben. Maar wat er wel in stond, of het nou in Nederland kwam en het waren zogenaamde talenten of een paar buitenlanders, het was echt om te huilen. Dus misschien kunnen ze daar in Zeist ook een keer naar gaan kijken. We hebben het langste volk van Europa, geloof ik. Wij moeten toch 5 goede keepers kunnen opleiden. Maar het is echt brandhout op dit moment. Nou, dit is een voorbeeld wat er gebeurde. En hier, dit was de tweede keeper van Vitesse. Ja. Menno Bergsen, die de regels niet kende. Dus die dacht dat hij die terugspeelbal niet mocht pakken. En liet er toen over zich heen het doel induiken. We hebben zelfs gezien dat in de Champions League op niveau van halve finale schrikke dingen gebeuren. Maar dit was een rode draad. Dit weekend weer zijn er dingen gebeurd bij Roda, onder andere.
Maar ga maar na, we hebben NAC dit seizoen in het doel. Sparta die een Duitse doelman halen. En advocaat na een paar weken roept dat hij een fantastische keeper gevonden heeft. Die daar gewoon elke week een grote fout maakt. Het is knap hopeloos. Dus. Maar die keepers die meer en meer ligt de nadruk op het meevoetballen. Daar hebben keepers toch ontzettend veel problemen mee. Ik zag gisteravond bij Dordt. Een jonge... Menno Bergsen? Ja, volgens mij noemde hij die net per ongeluk. Want, dat is dat is de keeper, ja. Dat is die jongen van Dordt. Ja. En die speelde voor het eerst in de basis en deed hartstikke leuk. Dat deed het echt geweldig. Ja, Ja. Misschien zien we hem straks nog. Pierre, speler van het seizoen, actie van het seizoen, liever gezegd. Actie van het seizoen, moment. Ik dacht iets van een PSV'er. Ja, Luc de Jong, sorry. Precies. Ja, Luc de Jong. Nee, dank je. Omdat... dit is de eerste goal van, het is tegen Ajax, maar heeft meer dan een half jaar droog gestaan. Ik heb vorige week voor mij, of twee weken terug ook al een keer gezegd, twee transfers door zijn neus geboord. Je hebt hem nooit horen klagen, altijd blijven werken. En van het begin van het seizoen af aan was hij wisselspeler. En terug in de ploeg geknokt en uiteindelijk... ontzettend veel waarde gehad in de titel van PSV. Ik vind hem wel... Hij was voor jou de speler van het seizoen, hè? Nou, ik had ook Luc de Jong gekozen, maar dat was dubbelop, dus dat mocht niet meer. Ja. Maar de onverzettelijkheid van Luc de Jong vond ik hartstikke goed. Een beetje typerend voor PSV, eerlijk gezegd. Geen seizoen met brieën, wel een seizoen met doorzettingsvermogen en een enorme wil om te winnen. Ja. Dus dat is, het is meer dan verdiend dat hij van Pierre van Hooijdonk notabene de complimenten krijgt. Want dat is een echte goede prof. Gewoon een goede prof. Ja, Luc de Jong. Terug. En belangrijk dat is voor de vraag wat gaat PSV allemaal doen na deze zomer. Want ook daar gaan een tal van spelers weg. Dus dat is nog heel erg interessant. Wat Brands al dan niet blijvend daar moet gaan uitrichten. Ja. Ook de balans opmaken doet onze columnist Jan Beuving in zijn korte corner. Het eredivisiejaar in 18 conclusies. FC Twente, het Saxenros wordt een Shetlandpony. Sparta, dankzij advocaatje leef je nog. Rode JC, het lelijke eendje werd net op tijd een zwaan. VVV, knap gedaan, maar voor een ploeg die VVV heet weinig bezienswaardig. NAC, Vreven liep rood aan, maar schreef zwarte cijfers. Willem II, wie had dat gedacht? Van geklooi met Van der Looy naar gezond met Robbenmond. FC Groningen, moeizaam jaar waarin het glas net als de tribune vaak half leeg was. Excelsior, kleinste begroting, grootste prestatie. Tweede in het rechter rijtje. Heracles, wie in zwart en wit speelt, heeft soms grijze jaren. PEC Zwolle, John van het Schip wordt volgend jaar directeur van een nachtkaarsenfabriek. Heerenveen, deden die mee aan de competitie dit jaar? ADO Den Haag, Fons Groenendijk is misschien wel de beste trainer in de Eredivisie. Vitesse, moest vrezen onder Vrezer, vond Sturing onder Sturing. FC Utrecht, onopvallend goed. Feyenoord, alleen in de beker nog glans. En in Robin van Persie. AZ, kampioen van de kleintjes, kanonnenvoer voor kampioenen. Ajax, ten hachelijke trainerswissel, voor Van der Sar is het game over Mars. PSV, van Simply a Mess naar Simply the Best. En dan was er vanmiddag in Heerenveen nog een interview langs de lijn van het Abelenza Stadion van onze collega Joep Schreuder met Gert-Jan Verbeek, ontslagen bij FC Twente. Even kijken naar een stukje uit dat interview. Ik wil nog wel op het veld staan, alhoewel ik wel, dat heb ik al eerder aangegeven, mijn belangstelling was steeds meer uitgaan naar het blijfsmateren. Dat je gewoon op de langere termijn een stabiele club er neerzet. En daar krijg je als trainer tegenwoordig bijna geen tijd meer voor om aan een team te werken, om een cultuur neer te zetten. Dat is vervlogen tijden. Het wordt steeds vluchtiger en dat heeft heel erg te maken met de sociale media. Je moet ook naar je thuissituatie kijken. Kijk, als ik zie dat in het weekend dat wij gelijk spelen tegen Groningen, maar dat Sparta en Roda winnen, dan komen wij onderaan te staan. Dat mijn vriendin, want die zit allemaal op die sites. En die zit op LinkedIn en die heeft Facebook en die twittert. En die heeft op een gegeven moment 700 links. Waarin ik ook een aantal keren met de dood word bedreigd. Ja, dan denk je, waar gaat het over? En zij schrikt zich een hoedje. En dat zijn geen leuke dingen, dat hoort er gewoon niet bij. En je wordt opgewacht bij de spelersbus waarin iemand fysiek aan je zit. Sociale media zeg je, ja, dat is tegenwoordig zo. We kunnen ook een statement maken. Ben je nou besodemieterd?
Jawel, maar kijk, ik heb in deze. Ik heb ook al eens een kogelbrief gehad. Ik bedoel, daar kun je dan een hoop hijzen over maken. Daar kan je mee te koop gaan lopen, maar dat heeft geen zin. Die maatschappij schijnt zo te zitten. En dat is de reden waarom ik niet op de sociale media actief ben. Ik heb geen Facebook, ik heb geen Twitter. Ik kijk er niet op en ik kijk heel sumier in kranten. Dus je moet het negeren? Je moet het gewoon negeren, dan heb je er ook geen last van. Ja, maar dan hoort hij van zijn vriendin toch? Ja, ja maar dan... Hè? Wat zeg je nou? Dan moeten ze het maar niet doorgeven, dat is dan beter. Maar even over dat vluchtige, dat klopt natuurlijk niet helemaal. In zijn geval was het nu wel waar, maar als je naar Nederland kijkt... Van de Brom, AZ is niet vluchtig, Van Bronckhorst niet bij Feyenoord... Cocu niet bij PSV. Dus dat ineens de teneur is dat het allemaal zo vluchtig is. Er zijn altijd wel trainers die er snel uitvliegen, maar... Je ook voldoende... wel een paar andere voorbeelden. Wel, maar je ziet dus ook voorbeelden van clubs waar het nog steeds kan. Frank de Boer bij Ajax, toch onlangs 5 seizoenen... oprijden. Dus dat vind ik een beetje gek nu het hem overkomt. Dat ineens de trend is dat je er als trainer zo snel uitvliegt. Dat koppelt hij iets te snel aan elkaar, vind ik wel. Jij koopt zijn verhaal niet om het zo te zeggen. Nee. Ik denk dat hij zijn eigen verhaal erin wel iets te veel meeneemt om daar ineens een hele grote trend in te bespeuren. En dat de grote... Maar misschien bedoelt hij te zeggen dat natuurlijk... zie Ajax dit jaar. Zie de geruchten die al heel vroeg bij andere clubs dit seizoen de kop opstaken. Die trainer gaat na dit seizoen weg. Hè, dat zijn er ook een aantal geweest. Dat hij bedoelt dat clubs een keer echt beleid moeten gaan uitstippelen. Welke trainer neem ik en waarom neem ik hem en hoe steun ik hem? Want daar zit natuurlijk wel veel mis. Je kunt kijk naar Faber bij Groningen. Je kunt nog zoveel voorbeelden noemen waar dit jaar de onrust is. Vreven bij NAC, waar de onrust al heel vroegtijdig ontstond. En die moet je zien weg te nemen bij een club. En misschien dat hij daarop duidt, zoals hij technisch directeur wordt, dat hij dat beleidsmatig beter kan begeleiden. Ja. En is het opgelost? Nou, dat denk ik niet. Nee. Maar hij heeft wel gelijk dat het voetbal opportunisme puur zang is en nog erger dan het was. En dat, ja, denk je echt dat het zo is? Ik weet het niet. Opportunisme en voetballerij zijn echt al jaren hand in hand gegaan, hoor. Ja, maar ik vind dit jaar lijkt het mij erger als het gaat om wat er met trainers moet gaan gebeuren. We hebben het vaak genoeg gezegd hier. Ajax is daar helaas het schoolvoorbeeld van. Ja. Oké, okay. We gaan even kijken naar iets spectaculairs dat zich heeft afgespeeld in de play-offs. Is het? Ja. De Jupiler League voor promotie. 6 clubs komen daar nog uit in aanmerking voor promotie. Telstar, De Graafschap, Emmen en NEC. Gisteravond plaatsen Almere City en Dordrecht zich al voor de laatste ronde daarvan. Dordrecht verloor zijn eerste wedstrijd van Cambuur thuis met 4-1. Maar maakte dat in Leeuwarden op sensationele wijze goed. En dat beleefde de commentator van Radio Rijnmond als volgt. Misschien wel de 1-4, voorzet Stankov. Nee, afvallende bal misschien. Gaat geschoten worden. Hamer met het schot. Wie komt 1-4? De Mahmoudov. Dennis Mahmoudov. Nee, het is 1-4. Boontje komt voor zijn loontje. Maar als nu Arias scoort, is Dordrecht door. Gaan we door het Sparta krijgen. Hij scoort! We hebben nog een kaart van, ja. Ja, dat betekent, wat zeg je, Pierre, je schudt. Ja, maar dit zijn huzare stikjes, dat is echt ongelooflijk. Dit is fantastisch toch? Bedoel, je moet dan nog naar Leeuwarden toe, nadat je met 1-4 op je bal hebt gekregen. En dan toch weer. En er is niemand, maar dan ook helemaal niemand, die daar nog in gelooft. En na de wedstrijd in Dordt aan de Kromme Dijk, daar zei Gerard de Nooier, ja, kansloos vanavond, maar toch, we gaan er echt voor. Dat heb ik hem echt horen zeggen. Ja, nee, maar dat vond ik. Dat stelde hij trouwens ook uit. Dat is een trainer, toch? Jawel, maar toch. Ja, nee, maar die kan moeilijk zeggen van we gaan niet meer. Ja, blijkbaar heeft hij wel overgebracht. Heeft zelfs goed. Nou ja, zeker. Geloof ik. Nou ja, als je dan ook nog met 1-0 achterkomt, dan moet je echt wel wat karakter in je ploeg hebben om... Arno, er was ook een beloning in het vooruitzicht gesteld. Ja, nu, na deze wedstrijd, Salar Azimi, de man die achterop duikt in de voetballerij. Pierre kent hem nog van NAC, afgelopen jaar een premie van 100.000 euro. Ik heb zijn auto geparkeerd zien staan. Die stond dusdanig dicht bij de hoofdingang dat de hoofdingang eigenlijk niet open kon. Nee? Wacht even, wie is Salar Azimi? Ja, is een man die de laatste jaren opduikt. Die roept dat hij Roda wel wil kopen. Ja. Die biedt de spelers van NAC 110.000 euro als ze promoveren. En nu zet hij 110.000 euro op de promotie van Dordrecht, omdat hij... Een vriend is, zegt hij, van Gerard de Nooier. En dus gunt hij het ze enorm. En heeft hij daar een zak geld op gezet vandaag. Als zij promoveert. Als zij het halen, krijgen ze die. En ze hebben het met NAC wel gekregen. Dus, ja. En hoeveel zit er in die zak geld, weet je dat ook? 110.000 euro. Ja. Is voor Dordrecht-spelers heel veel geld. Nu is ook de vraag... Je moet het delen, die per persoon. Nee. Nee, niet.